De energiebedrijf in Suriname, EBS, heeft gisteren een mijlpaal in haar geschiedenis bereikt met het eerste seminar ICT in de utility sector. EBS-directeur Rabin Permisser gaf aan dat het energiebedrijf hiermee de eerste stap heeft gezet in de digitale revolutie van de energiesector, die zich wereldwijd afspeelt en nu in Suriname wordt uitgevoerd. Permisser zei verder dat het applicatielandschap van de EBS uit een aantal zelfgemaakte applicaties bestaat die nauwelijks met elkaar verbonden waren. Een uitdaging was dat de data niet centraal was opgeslagen en vaker meerdere malen moest worden ingevoerd. De EBS-directeur gaf zijn gehoor mee dat het doel is zo makkelijk mogelijk de burgerij met ICT tegemoet te treden. Klanten kunnen vanuit elke locatie 24/7 hun smart device, zoals hun mobiele telefoon of computer, voldoen aan de vele betaalverplichtingen. Dat hebben we nu. Maar in Suriname hebben we dat. Veel mensen, ik heb het niet eens tussen de 10% en 15% van de mensen betalen elektronisch, via de bank en noem maar op. Onze samenleving zit anders in elkaar. Cash, ja toch? Informele sector, et cetera. Maar goed. Vanuit de EBS zijn we ook nagegaan hoe op een efficiëntere manier onze operations kunnen uitvoeren met die IT. Dit zijn onder andere de triggers, dit en veel meer, geweest om meer te gaan investeren in de ICT op zowel corporate niveau als industrieel automatisering, om zodoende te kunnen voldoen aan de steeds complexere eisen van de organisatie, klanten en regelgevende instanties. Permisser memoreerde dat door de jaren heen de ontwikkelingen zodanig zijn geweest dat het bedrijf zwaar moest investeren in business solutions, infrastructuur en human capital. Steven Tsang, minister van Handel, Industrie en Toerisme, die namens de waarnemend president de opening van het seminar heeft verricht, gaf aan dat de regering al geruime tijd bezig is met Smart ID. Zoals u weet, ICT betekent heel veel voor niet alleen voor de EBS, maar ook voor de overheid, voor het bedrijfsleven. Een stukje efficiëntie. Denkt u aan het niet meer hoeven vragen naar uittreksels, geboorteactes als je een smart ID hebt. De hele loperij dat omzeil je met ICT. Maar daarnaast is de overheid ook bezig met onder andere Southern Commercial Bank om e-payment, mobiele betalingen mogelijk te maken. Dus al deze dingen zijn in het verschiet. En wij hopen als overheid, als dienstverlener, de overheid is in feite een dienstverlener, om onze dienstverlening naar het publiek toe te verbeteren middels ICT. En ICT zien wij als een zeer belangrijke tool, niet alleen voor efficiëntie, maar ook voor transparantie. We waren koploper in de Caribische regio met ICT in het onderwijs. Maar ik denk dat we een nieuwe start maken en ik hoop dat deze keer de zaak wel zijn beslag zal vinden binnen het onderwijs. Omdat ICT in het onderwijs natuurlijk de basis vormt voor die ICT verder in het land. ICT in het ondernemen, de transportsector, de overheid. En ik noem al die elementjes die ICT for Development uitmaken, omdat de overheid bezig is met een aantal dingen. Verschillende delen van de overheid zijn bezig met een aantal dingen. EBS is bezig. Men probeert in de gezondheidssector, men probeert in het bedrijfsleven. En dat zijn goede dingen. Maar zolang we die dingen niet bij elkaar brengen en een totaal plaatje maken van wat ICT zou kunnen en moeten betekenen voor een land in ontwikkeling als Suriname, de opportunity en de risico's, want die belicht ik ook altijd, de opportunity die het zou scheppen voor ons, om onze samenleving qua niet alleen efficiëntie, maar ontwikkelingsmogelijkheden te geven en eigenlijk een sprong te maken naar een ander niveau. Dat is wat mensen moeten gaan zien. De voorzitter van DNA, Jennifer Geerling-Simons, en daarvoor minister Tsang van HINT. Zij spraken gisteren op het seminar van de EBS over ICT-toepassingen binnen het bedrijf. Tijdens het seminar hebben ook enkele jonge technocraten in leidinggevende posities bij de EBS presentaties gehouden over de uitvoering van de zogenoemde Smart Grid Roadmap. Het project bestaat uit verschillende processen. Op het seminar lag de focus op de toepassing van ICT om de transformatie tot stand te brengen en succesvol toe te passen. Het seminar is gehouden in het Lalaroek gebouw.